Op zaterdag 13 april presenteert de band Sea on Fire haar allereerste single, I Don't Know, in Nirvana in Lierop. Met de set vol covers bliezen ze Nirvana al eerder helemaal omver. Nu is er dan eindelijk eigen muziek van de band. Austeia Jonikaite van Sirius TV sprak in Nirvana met de bandleden Bram Opdam, Finn van Lieshout, Lars van Lieshout en Noah van der Velde. Heren van Sea on Fire, we zijn hier om een reden. Want als ik achter jullie kijk, zie ik hier een poster hangen van een bepaald optreden. Ging bij jou, wat voor optreden hebben jullie nu? Nou, wij brengen 12 april onze eerste single uit. I Don't Know, we hebben er hard aan gewerkt. Met onze producer Tom Gudde. En 13 april, zaterdag, gaan wij deze single vieren met een eigen optreden. De single release party. Ja, een single release party. Dan ga ik naar jou een klein tipje van de sluier. Waar gaat de single een beetje over? Dan moet je aan hem vragen. Dan ga ik dit even, man. Nou ja, de tekst gaat gewoon een beetje over de onzekerheden en de pijn die dan tienerleven toch met zich meebrengt. En daar is eigenlijk waar het over gaat. Ja. Nou, dus jullie eerste single die je echt officieel uitbrengen, is het al een beetje hoe jullie muziek gaat klinken voor de rest van jullie leven? Dat zal vast nog veel veranderen, maar dit is hoe we nu klinken. Kijk, ja, dus de eerste single was, zoals ik al net zei, wat betekent het voor jullie in de toekomst? Ja, eigenlijk gewoon nog meer muziek uitbrengen. Gewoon veel muziek maken, veel optredens. Hopelijk nog ook veel muziek opnemen. En dat we gewoon zoveel mogelijk van ons kunnen laten horen. Ja, veel optredens. Jullie hebben volgens mij ook al best wel wat optredens gehad. Wat zijn een paar van jullie hoogtepunten geweest? Nirvana Tuinfeest, afgelopen zomer. Dat was wel een hoogtepunt. En voor de rest, wat nog meer. Ik denk Walhalla was ook wel leuk. Walhalla heeft altijd een hele leuke groep mensen die altijd heel erg enthousiast meedoen. We hadden nu 2 keer mogen spelen en 2 keer hebben we eigenlijk een heel erg enthousiast publiek gehad. Kijk, dat is altijd wel leuk. Ja. Ja, van Nirvana hebben we ook een paar beelden, dus gaan we nu even naar kijken. Op Nirvana hebben we al een boel van jullie eigen nummers gezien. Is het nummer wat jullie nu hebben uitgebracht ook al een beetje daarmee te vergelijken? Ja, sterker nog, we hebben hem toen ook gespeeld. Kijk. Ja. Dus
Ja. En dus jullie zijn eigenlijk een jonge band. Vaak van zulke jonge bands verwacht je niet dat ze eigen muziek hebben. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk al vanaf ons 14e bezig. En al snel hadden we de keuze gemaakt dat we toch niet alleen covers willen spelen. Maar toch wel onze eigen muziek de wereld in wilden brengen. En kijken wat wij nou te brengen hebben aan de muziekwereld. Kijk, ja, jullie muziek, we hebben het de hele tijd over. Wat voor muziek maken jullie eigenlijk? Ja, we maken eigenlijk een beetje een combi tussen alternatieve rock en ook een beetje stadionrock, hoe wij het noemen. Het is gewoon, de nummers klinken in het refrein, willen we eigenlijk zo groot mogelijke muziek creëren. En dan ook een beetje invloeden van onder andere Arctic Monkeys en bijvoorbeeld ook Nothing But Thieves. Kijk. Als ik dan ook even teruggeef naar de singles, zijn die invloeden ook hier terug te horen? Ja, zeker. We hebben een enorme muur van gitaren die dan toch wel echt die stadionrock voorstellen. Ja. Okay, ja. En als we ook even verder gaan met deze single, hoe is deze tot stand gekomen? Hoe van begin tot eind? Neem me mee in het proces. Ja, dat is een moeilijke. We moeten wel even een beetje terug in de tijd natuurlijk. Maar ik denk dat het op neerkomt dat onze grote vriend Lars hier, de bassist, die heeft dan toch wel de baas gelegd voor dit nummer. En die zegt van, yo jongens, kijk, ik heb iets. En dan zeggen we van, wow, dat is gaaf. En dan gaan we met z'n allen gaan even kijken van, ja, hoe kunnen we nou tot één geheel maken? Dan bedenk ik er een tekst op en dan kijk hoe die klinkt. En dat was een succes bij deze. Kijk, een succes. En hopelijk wordt zaterdag ook een succes. Wat is jullie planning voor zaterdag? Wat gaat hier gebeuren dan? We spelen een set met eigen nummers. We hebben een leuk voorprogramma, Stef Jonah. En de afterparty wordt verzorgd door DJ Robdam. Dus we hopen onze muziek te kunnen spelen voor veel leuke mensen en gewoon een gezellige avond te hebben. Ja, zaterdag is dan inderdaad jullie single te horen. Is die single ook ergens anders te horen of kunnen we hem kopen? Nou, vrijdag komt hij uit op alle streamingplatformen. Dus gewoon Spotify, Apple Music en waar je maar muziek wil luisteren. Een heleboel plannen in de toekomst, maar toch werken we nu toe naar zaterdag. Zijn er nog tickets beschikbaar? Ja, leuk dat je het vraagt. Er zijn inderdaad nog tickets beschikbaar, als je snel bent, hè, tenminste. 13 april hier in Nirvana, www.nirvana.nl. Tickets halen, nu snel bij zijn. Leuk. Yes. En voor de mensen die er snel bij zijn, hebben we nog iets leuks in petto. Dus ben er vroeg bij, aanstaande zaterdag. Het was een onvergetelijke avond. Een onvergetelijke avond, ik geloof het gelijk. We gaan even luisteren wat jullie allemaal voor onze bed hebben zaterdag. Sneeuw van vandaag, wel voor mij. Everyone but myself, but I know I was selfish, I admit it.